Ik ben hier jeugdleider geweest vanaf 2003. Ik ben hier nou bijna 20 jaar speler. Ik ken de club en vond het leuk om te doen. Is toch opvallend, een generaal, iemand die in Afghanistan heeft gediend, die nu voorzitter wordt bij een amateurclub. Ja, maar hier ben ik natuurlijk geen generaal. Hier ben ik jeugdleider die de ballen moet oppompen en de netten ophangen. Dus dat is ook wel lekker zo en dat blijft ook zo. Dus nee, blij dat ik het kan doen. En ja, ik heb natuurlijk wel wat ervaring die je meeneemt uit je functie. Maar voor de rest is het gewoon lekker hier onder elkaar. Hoe helpt die ervaring je in een functie als voorzitter? Wat je vooral weet is dat het niet om jou gaat, maar het gaat om je mensen. Je moet vooral je mensen zo goed mogelijk maken. En of je nou bij... het leger zit of de toneelvereniging of de voetbalvereniging. Uiteindelijk wordt het succes dat wordt bepaald door je mensen en geeft die zoveel mogelijk ruimte. Dat is precies hetzelfde. Zo krijgt voetbal als oorlog wel weer een nieuwe betekenis. Ja, voetbal is geen oorlog. En wees hem hartstikke blij omdat het niet zo is. Ja, HC Den 3 is natuurlijk een club die de afgelopen, zeg, 13 jaar heel erg is veranderd. Hoe heb jij dat meegemaakt? Ja, ik kom natuurlijk uit Hummelo. Ik voer bij HNK hierheen. Ik vind het goed dat ze zijn samengegaan, want je ziet dat schaal toch speelt. En de verrijzing in de Achterhoek slaat echt toe. En als je kijkt wat ze vooral de afgelopen jaren hebben gedaan hier aan de accommodatie. Ja, dat staat gewoon voor de komende 10, 20 jaar. Dus je zet daar een heel sterk fundament voor de komende jaren. En wat dat betreft is dat een hele goede keuze geweest om samen te gaan. Wat dat betreft kom jij in een gespreid bedje terecht. Ja, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel. Alles wat staat gewoon. Nee, maar dat is ook echt zo. Accommodatie staat, ledenaantal is goed, veel vrijwilligers. Dus gewoon de eerste maanden eens even rustig kijken wat er allemaal speelt. Maar ik hoef niet echt links of rechts te gaan. Alles staat gewoon. Wat gaat de hand van Marten Cruijff worden bij HC 03? Vraag me dat volgend jaar, dan weet ik het.